Hakim Ziyech. Slechts één mannetje in het muurtje. En Dolberg staat daar toch nog een beetje voorover gebogen. Hij heeft last hoor. Vraag is of hij door kan, de Deen. Ziyech. Ja, daar is de 1-0. De openingsgoal van Ajax. Is het Veldman die die bal verlengde? Het lijkt erop. Dit is natuurlijk een fantastische start voor Ajax. De vrije schop van Ziyech. En de goal voor Ajax. Belangrijke uitgoal al gemaakt. Binnen 10 minuten. Dat is de start die je wenst. Nog eens kijken, Ziyech. Het is een eigen doelpunt, denk ik. Giannoulis. Of Martinez. Nee, het is een eigen doelpunt van Giannoulis, denk ik. Dat is waar. Met een zeven ruimte voor zich. Giannoulis. Krijgt hem terug. En daar de gelijkmaker. Prachtige aanval. Maar bij Ajax staan ze niet echt geweldig op te letten. Hij staat helemaal vrij. Tjuba Akpom. En Pau komt op 1-1. Na ruim een half uur voetballen hier. Dat was een tegenvaller. Hij viert zijn feestje, deze Engelsman uit de jeugd van Arsenal. En dan gaat het toch wel erg makkelijk. Biseswar, Giannoulis, Akpom, 1-1. Crespo onder andere mee naar voren, net als Varela. Komt sterk allebei, Biseswar. En daar de tweede goal. De kopbal is er van Leo Matos. En ineens gaat het wel heel snel mis bij Ajax. Binnen 6 minuten, 2 goals van Pauk. En de voorsprong voor de Grieken. Leo Matos doet het. Matos wint in de lucht van Joël Veldman. Na de vrije schop van Biseswar. Kijk, komt... Ziyech. Tadic. Tadic. Bal bij de tweede paal. En weggestompt door Paschalakis. Houd druk. Van de Beek, Van de Beek. Voorzet en daar de 2-2. Huntelaar in de kluts. Na de actie van Varela. En Ajax maakt een tweede uitdoelpunt. Ja, Klaas-Jan Huntelaar, uitermate belangrijk natuurlijk. Ook dit geen doelpunt om door een ring te halen. Foei lelijk, maar wat doet het ertoe? Eerste Donny van de Beek. En dan is...